Peter de Vries, welkom. We zitten live in de lucht. Niet bang dat Steve Brown even langskomt? Ik niet, jij wel? Nee, ik vraag het aan jou. Oh. Jij bent hier toch het leidend voorwerp. Ja. Luister, vele vakbroeders werpen de vraag op of je wel zo'n nobele strijder voor de persvrijheid bent die de criminele sfeer in kaart wil brengen. En zeggen hij wil scoren. En die hele rel met Steve Brown was bedoeld om de ingezakte kijkcijfers weer eens wat omhoog te krijgen voor je programma bij RTL. Nou, dat is onzin. Mensen die dat beweren, die staan volgens mij heel ver van de werkelijkheid af. En misschien is de wens de vader van de gedachte geweest. Maar goed, je had kunnen zeggen, Steve Brown komt met een filmpje waarin jij belastend wordt. Laat het hem uitzenden en ga vervolgens naar de rechter en win dat. Ja, maar ik ben journalist en ik heb een programma wat over misdaad gaat. Dus ja. Waarom zou ik dan een andere weg kiezen? Bovendien, Steve Brown heeft iets ondernomen, heeft daar zelf de pers bij gehaald. En laten we ook niet vergeten, die kwam daar ook op af, ja. Op zijn oproep. Men vond hem toch wel zo betrouwbaar, zo interessant, dat bladen als de NRC, AD, HP, De Tijd daar toch op afkwamen of telefoontjes over pleegden. En ja, dan is het toch logisch dat ik op een dag eens wat ga doen. Dat ik zeg van nou is het genoeg geweest en nou stel ik eens aan de kaak. Dat deze man bij al die bladen en al die uitgeversmaatschappijen voet tussen de deur heeft gekregen, programma's mocht maken, columns mocht schrijven, terwijl die de hele boel aan elkaar loog. Ja, ik denk aan de andere kant, wat beweegt jou toch? Je hebt een gezin, waarvoor die mensen voortdurend in de waagschaal gesteld? Nou ja, kijk, Brown valt mij aan, ik niet hem, dus dat overkomt je. Het is toch een logisch voortvloeisel uit wat je doet? Nou, weet ik niet. Ik heb gewoon een paar journalistieke vraagtekens bij zijn manier van werken gezet. En dat bleek ook achteraf volkomen terecht te zijn. Dus ja, als je voortaan vraagtekens bij iemand zet, dat je dan meteen voor je leven moet vrezen, dan wordt een gek land hier. Oké, die verborgen cameraploeg was echt een verborgen cameraploeg. Het was geen deal die je met hem had. Nee, natuurlijk niet. Nou, ja, vraag het maar. Goed, jij komt ook wel eens in aanvaring met de rechter. Er zijn gestolen diskettes geweest. De rechter heeft geoordeeld dat het geen heling was, maar dat je het niet had mogen doen, want de identiteit van een aantal informanten was tevoorschijn gekomen. Gedeeltelijk niet had mogen doen. Ja. Gedeeltelijk. Als je dat nou hoort, hè, ben je nou bang dat je bijvoorbeeld de levens van die informanten in gevaar brengt als je met die informatie naar voren komt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat gebeurd is door de inbraak zelf bij het landelijk rechercheteam. Je moet ook niet vergeten dat informatie die daar is buitgemaakt, ook nog nooit is teruggevonden. De daders zijn maar voor een klein gedeelte gepakt. En de informatie die gaat nog steeds van hand tot hand in bepaalde kringen. Ja. Dus met het openbaar maken gedeeltelijk, want wij hebben alles heel behoorlijk geanonimiseerd, zijn wij natuurlijk niet degene die mensen in gevaar brengen. Dat is door de inbraak, de knullige inbraak, zelf gebeurd. Hoe verklaar je dan de woedende reacties van bijvoorbeeld een Frits Abrahams en NRC Handelsblad? Is dat een persoonlijke veet? Of denken mensen, irriteer je mensen zo dat je als koenenridder voor recht en orde de kop onthals moet worden? Ja, ik denk dat het een hoop mensen irriteert dat ik weer met die dingen kom. En er ontstaat denk ik wel iets van afgunst of van nijd. Ja, maar loop je ook niet een beetje het gevaar dat je ego zo groot wordt omdat je voortdurend met je kop op tv zit en weer scoort en weer scoort, dat ze een beetje gelijk zouden krijgen? Dat het niet meer het vechten voor de waarheid is, maar de persoonlijke oorlog van Peter de Vries. Een persoonlijke oorlog met wie dan? Met een typisch die je aan de kaak stelt. Nou, maar dat is toch geen oorlog op het moment dat je vragen over iets hebt, aanmerkingen ergens op maakt, gewoon journalistiek gezien. Dan heb je toch niet een oorlog of een fete, want nou, dan zou ik met de halve wereld in oorlog zijn. De oorlog van het ego van Peter. Ja. Peter wil voorwaarts treden. Nee, dat is iets wat sommige mensen graag zeggen, graag willen horen, ook in die affaire met Steve Brown. Maar dat is gewoon niet waar. En wat ze zelf verzuimd hebben, is zelf de goede vragen te stellen, zelf de aanmerkingen te maken. Zeg je dat ook over Bart Middelburg, die regelmatig aanvalt? Die jou regelmatig aanvalt? Nou, ik denk dat hij op zijn minst zeer selectief te werk gaat, ja. En dat als hij gewoon een kerel was geweest, dat hij dan ook had gezien dat deze Steve Brown, dat gewoon een gangster is die iedereen afperst en bedreigt en manipuleert. Man is kroongetuige geweest in een belangrijk proces. En op het moment dat je dat nu wil gaan bagatelliseren, dan ben je niet goed bezig. Het is alleen maar kinderzinnen volgens jou. Nou, ik weet niet wat dat soort mensen drijft, maar in ieder geval kan het niet journalistiek inzicht zijn. Oké. Dat vonnis waar we het net over hadden, hè, voor die diskettes. Is er een mogelijkheid dat dat nog herzien gaat worden? Ga je er nog wat aan doen? Nou, de mogelijkheid van beroep staat open en daar ga ik zeer binnenkort met mijn advocaat over praten. En wat wordt dit? Nou, er zijn een aantal punten in het vonnis waarvan ik zeg, nou, dat vind ik onlogisch, ben ik niet mee eens. Nou, men zegt dus dat doordat wij dat hebben uitgezonden,
dat daardoor die informanten in gevaar zijn gekomen. Terwijl wij dat dus helemaal geanonimiseerd hebben. Er is alleen een voorletter van een roepnaam te zien. Dat is niet eens de doopnaam. En daaruit zou men kunnen afleiden dat. Nou, dat vind ik te vaag. Het gevaar is ontstaan door de inbraak. Toen had men meteen maatregelen moeten nemen, want de onderwereld heeft die gegevens in handen en daar staat niet alleen een voorletter, daar staat gewoon de hele naam met adres, telefoonnummer en de naam van het huisdier er ook nog bij. Dus dat is het gevaar. In dat opzicht sukkelde jij er wat achteraan in het belang van de publieke zaken, bracht je dat naar voren? Wij hebben alleen maar laten zien wat nog meer dat het erop stond. Wat ga je nog meer aanvallen? Nou, dat is het hoofdpunt eigenlijk. Ga je dat winnen, denk je? Nou ja, dat hangt er vanaf tot hoe ver je wil doorprocederen. Je moet niet onderschatten dat je tegen de staat procedeert. Ja. Dat is toch wat anders dan dat je gewoon tegen een particulier of een bedrijf aan het procederen bent. Jij wil geen held zijn. Wat is dan je drijfveer voor al deze rotzooi de hele tijd? Ja, het is gewoon een journalistieke drijfveer. Ik zeg van, jongens, er klopt iets niet. Dat stel ik aan de kaak. Ik denk dat je moet zeggen dat ik met dingen die niet kloppen, manipulaties van de overheid, misbruik van gezag. Ja. Dat zijn drijfveren waar ik voor aan de slag ga. Wat is de grens, Peter? Wanneer hou je op? Mensen. Wat is de grens? Ja, die grens is er niet. Ik denk dat ik altijd wel door blijf gaan. Werkelijk? Ja. Begrijp ik niet. Er zijn toch belangrijke dingen in het leven dan Steve Brown en een aantal andere typjes? Ja, misschien wel. Maar ja, dat is mijn vak. En ik zeg wel eens een beetje met een grap, ik kan niks anders. Maar zo ligt het ongeveer wel. Je doet dit met overgave. Je doet dit met een bepaalde drive en overtuiging. Je staat ergens voor. En dat irriteert heel veel mensen. Mm-hmm. Dat je dat waar sta doet. Je voor? Recht en orde? Nou, niet voor recht en orde. Wel voor rechtvaardigheid. Dat vind ik een heel belangrijk punt. Maar is het heel... Is heel subjectief en heel groot. Ja. En daarom kan ik ook heel lang bezig blijven nog. Maar dat is toch wel iets waar ik voor ga. Dan lees ik ook bij Middelburg bijvoorbeeld. Die refereert aan een vonnis uit 92. Waarin gezegd wordt dat jij hand- en spandiensten hebt verleend. Hè, voor criminele organisaties. Wat is je verweer daartegen dan? Dat heb je verloren. Hè? Ook in hoger beroep tegen het parool. Ja, nou dat is een heel uitgebreid verweer. Daar is jouw programma echt te kort voor. Maar, wat is vanavond het punt waarop je verloren hebt? Wat kon je niet duidelijk maken dan? Nou, niet duidelijk maken. Als je handen brandschoon waren? Mijn handen zijn brandschoon. Oké, maar goed. Ik heb contacten gehad met Klaas Bruinsma. Heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken. En daarvan zegt hij, ja, maar je had meteen moeten publiceren. Maar ik werkte niet bij een krant. En ik ben ook niet een man die meteen, als ik iemand gesproken heb, naar huis ren en een stukje tik. Ik kijk wat ik er meer mee kan doen. Een boek of iets anders. En dat is een idee, een werkwijze die nu veel meer geaccepteerd is. Ik ken ook Johan de Hakkelaar. Ik ken ook Etienne Urca. Maar dat wil nog niet zeggen dat als ik met die mensen een keertje praat, dat ik hardhollend naar huis ga. En dat is iets wat Middelburg wel vindt. Daar is die ook overigens lang niet altijd consequent in, maar dat terzijde. Maar goed, is het toch niet zo als je dat werk verricht wat jij doet, dat je wel haast automatisch in een soort grijs gebied terechtkomt, waarin je moet dealen en wielen juist ook met die mensen om je informatie te krijgen? Nee, ik denk dat wil je... Waardoor je op de glijdende schaal je begeeft. Nee, juist niet. Ik denk dat wil je je staande houden in dit vak, en dat doe ik nu 20 jaar dit jaar, dat je dat alleen maar kan doen als je straight bent. En op het moment dat je dingen doet of nalaat die niet deugen, dan word je daar een keer op afgerekend. En iedereen komt een keer aan de beurt. En neem van mij maar aan dat als mensen in die 20 jaar de kans hadden gehad om een beentje te lichten. Hè, want waarom moet Steve Brown met een valse verklaring komen, een in elkaar gezette verklaring? Omdat er geen werkelijke, geen echte verklaring is. En dat is alleen maar doordat je je in die wereld straight opstelt en zegt, jongens, ik ben journalist en zo zit het in elkaar en verder geen toestanden. Dus je presenteert je als het ware als obsessief onkreukbaar? Nou, dat moet je wel zijn en dat is soms verdomd moeilijk hoor. Want je kan soms ook niet voorspellen hoe dingen uitpakken. Hoe vaak is de val voor je opengezet dan, om je erin te laten lopen? Nou, opengezet. Het is vaak meer een kwestie van corruptie ontstaat als je laat merken dat je ergens vatbaar voor bent. Hè, ja. Dan hapt de wederpartij eigenlijk op het moment dat jij gaat zitten klagen bij bepaalde mensen van, god, ik zou wel even op vakantie willen, maar ik zit nu krap bij kas. Ja, dan geef je dus aan, jongens, ik ben er wel ergens voor in. Ben je niet te lang binnen eigenlijk met al dit gevaarlijke werk? Waarvoor doe je het dan nog?
Je hoeft niet meer, toch? Nou, ik ben nog lang niet binnen, hoor. Echt niet? Nee. Je trekt zoveel kijkers op televisie. Ja. Nou, het gaat mij heel goed. En je zal me daar ook nooit over horen klagen. Ik stel de vraag omgekeerd. Was dat hele akkefietje met Steve Brown misschien een geschenk uit de hemel om je programma weer op de kaart te krijgen? Nee, mijn programma staat uitstekend op de kaart. En die hele affaire die ik lees in de Volkskrant, ik lees in Trouw, zijn kijkcijfers liepen terug en hij had dit nodig om het te... Dat is onzin. Het programma is op 1 september weer begonnen. Ja. En die hele operatie met Steve Brown is in augustus gestart. Ja. Dus nog voordat... Mensen zijn ook niet goed geïnformeerd, die roepen maar wat. Die operatie met Brown liep al voordat mijn programma op 1 september weer begon. En de cijfers die zijn gewoon heel goed. En zoals ieder programma wat weer terugkomt op een ander tijdstip, in een andere formule, heb je even een paar weken nodig om de mensen te laten wennen dat je er weer bent. En inmiddels kijken er regelmatig gewoon weer tegen de miljoen mensen. Dus maar was dat 4 uitzendingen waard, die hele toestand met Brown? Absoluut. Absoluut. Daar twijfel ik geen seconde aan. Het werd toch een beetje uitgemolken? Nou, wij hebben heel goed willen laten zien wat deze man precies doet. Wij? Jij bent in gevecht met programma. Hem. Maar er zit een crew bij die gevaar loopt. Mensen zijn bang misschien. Er werkt niemand tegen zijn zin bij mij. Cameramensen die gevaar werken lopen. Ook niet tegen hun zin. Die weten precies waar we mee bezig zijn. De een had een kogelvrij vest aan, de ander niet. Nee hoor. Dat stond ook in, ik ben de Telegraaf, maar goed. Nou, de Telegraaf heeft er volgens mij geen letter over geschreven. Dan ben ik verkeerd geïnformeerd, maar in ieder geval, ik heb het ergens gelezen. Ja. Nee, maar even serieus. Waarvoor neem jij die verantwoording op je als je die mensen meeneemt? Dat kan natuurlijk uit de hand lopen. Ja, maar die mensen weten dat ze voor mij werken. Die weten dat ze bij een misdaadprogramma werken. Het is geen kookrubriek. En dat weten ze. En dat vinden ze interessant. En natuurlijk gaat het er wel eens spannend aan toe. Moet je mensen niet tegen zichzelf beschermen? Heb je die taak niet? Nee, mensen zijn volwassen. Die zijn volwassen, die kunnen dat heel goed zelf. En op het moment dat het ze te heftig wordt, dan zeggen ze tot hier en niet verder. En is dat dan, je wel eens overkomen? Er zijn wel eens cameraploegen in Hilversum. Die zijn dus niet bij mij in dienst, maar die betrekken we van een bedrijf waarvan mensen zeggen, nou, ik liever niet. Nou goed, dan zeggen we, oké, jij niet, dan een ander. En er zijn er ook die dus dolgraag dat willen zijn werken. De ware desperado's. En dan zeg je ook van, als je nu wordt doodgeschoten, is die eigen schuld. Nou, het zal niet. Ik stel het een beetje extreem, maar goed bij wijze van spreken. Ja, je bent zelf meegegaan, toch? Je vond het interessant. Ja, nou, dat is het risico van het vak. Zoals ook een taxichauffeur het risico loopt dat hem wat gebeurt. Of iemand die achter een loket zit. En ik bedoel, als je daarvoor op de loop gaat, dan moet je de hele dag in je bed blijven liggen. Of recensent worden. Thuis veilig achter je computertje zitten tikken. Dan loop je weinig risico. Frits Abrahams, de weerbaarheid van een overstekend omaatje. Laatste vraag, want dan moeten we er weer uit. Heb je zelf een verklaring voor die geweldige aandrift van jou om de onderwereld in kaart te brengen? Wat is de psychologische achtergrond? Je hebt wel eens een Mars gestolen, maar verder. Ja, ik weet het niet. Hou het maar toch een beetje op het rechtvaardigheidsgevoel. En het er niet tegen kunnen als het gezag waar iedereen op zou moeten vertrouwen zelf niet deugt en manipuleert en liegt en bedriegt. Op het moment dat ik dat merk, ja, dan ben ik niet te stoppen. Ben je misschien ook niet de man die graag zijn eigen jongensboek leeft? Nou, misschien spannend, wel. Spannend. Maar, nou, cowboy. Ik ben een aardig eind onderweg, toch? Nooit bang? Nee, in principe niet, nee. Nooit bang geweest ook? Vrijwel niet, nee. Niet liegen? Nee, vrijwel niet. Ik ben 1 keer ontvoerd geweest, een jaar of 13 geleden. Toen heb ik een geweerloop achter mijn oor gehad. Het lijkt me onaangenaam. Toen had ik een moment dat ik dacht, als die nou de trekker overhaalt, is het gewoon over en uit. En toen was ik bang. Ik ben blij dat het niet gebeurd is, dankjewel. Oké. Okay.